Ondertussen is de volgende klant gearriveerd en ook hij heeft te diep in het glaasje gekeken. Hou maar vast, diepe hap lucht. En dan krachtig gaan blazen. En blazen. En doorblazen, harder. Nee. Je stopt met blazen. Je moet wel doorblazen. Hè? Okay. Krachtig blazen. Doorblazen, 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 doorblazen. Nog. Nee, dat was te weinig. Ja? Ja, ik zei nog niet stop. Fuck man. Ik krijg nog één kans en deze moet goed zijn. En... Nee, je bent begonnen met blazen en dan stopt hij. Nee, ik heb nog niet begonnen. Ja, hij merkt dat. Nee, ik heb nog niet begonnen. Ik wil nou, pak de lucht, een keer boom. Ja, maar... Ik wil een keer... Nee. Zelf je net. Doe maar eentje. Oké, nou, jij moet wachten. Nee, we gaan nou een nieuwe serie beginnen. Allemaal, twee keer nog. Ja, moet je weer opnieuw twee keer. Maar je moet de pijp ook niet in je mond doen en dan inademen. Je moet eerst inademen, zeg ik, en dan vervolgens gaan blazen. Hij begint te piepen nou. Eerst een diep. Ik moet afgoeden nou. Ja. Het heeft er alle schijn van dat deze bestuurder de blaastest probeert te beïnvloeden. Maar dan heeft hij toch echt de verkeerde voor zich. En blazen, door blijven blazen. Zo gaat hij goed doorblazen. Doorblazen, 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 doorblazen. Goed zo. Dan gaan we eens kijken wat het wordt. Veel, ik weet. Wat zeg je? Veel, ik weet. Weet je dat veel is? Is niet verstandig, hè? Het is al de tweede keer. Derde keer. Ja. Niet tweede keer, derde keer. Derde keer zelfs. Ja. Met de auto, hè? Niet nooit met de auto, maar ik krijg nooit de auto waar ik ben. 420 UGL. Hier, hè? Dat is behoorlijk, ja. Nou, daar zal de officier van justitie niet blij mee zijn als hij jouw papieren weer voorbij ziet komen. Maar het hoeveel heb je gedronken, hè? Hoeveel dat je gedronken hebt? Dubbel, hè? Ja, het dubbele, ja. Maar hoeveel dat je gedronken hebt, weet ik niet. Dat weet je zelf. Kom maar, waar gaan we daar weer naartoe? Goed, ik krijg een brief van... Ja, ik krijg nou een procesverbaal van de officier van justitie. En die zal wel even mee in het verhaal meenemen dat je al meerdere keren met drank op gepakt bent. Dus daar zal hij de boete wel even op afstemmen. Of eventueel een dagvaarding sturen dat je bij de rechtbank moet verschijnen. Maar daar krijg je vanzelf bericht van. Ja? Dank u wel. Oké, nou, ben verstandig, hè? De zaak lijkt afgedaan, maar dan begint de bromfietser buiten herrie te schoppen. I'm not racist. No, you are racist to me. Gewoon Nederlands praten. I see that, doe je dat nu. Waarom? If I like, if I don't like it. Gewoon Nederlands praten. Hoezo? I don't speak Dutch, man. Hey, meneer Pap. Ja, hij zegt maar, ik moet Nederlands praten. Hoezo Nederlands praten? Dat is ik wil. Ga weg, man. Ga, jij bent van PVV. Just go stay over there, man. Kom eens even. Ja, just go stay over there with PVV, man. You can suck my left ball. Ja, man. This man is guy, you are good guy. But this guy is just a, he's he's not a police officer. Nah. Even. Yeah. Hoe kom je in de politie? Even kalm. Hoe kom je in de politie orde? Hoe kom je in de politie orde? Even kalm. Ja. Kom. Nou. Waar staat jouw brommer? I don't know. Waar? But this guy, you know, all of you are nice. Yeah. This guy said to me, can explain for me something. This guy said to me, hey, jij moet Nederlands praten, jij moet Nederlands praten. Hoezo moet hij? Hij verstaat jou niet als je buitenland moet staat dit. Moet staat dit, ja? Hey. Kom. Ja, jij kan beter komen. Jij hebt ruzie met je vrouw. Jij hebt geen leven. Jij moet leven krijgen. Klaar nou? Leven krijgen, zoek een leven. Hey. Klaar nou? En nou ga je te voet. Goed. Hij is gewoon niks. Jij moet hem leren, man. Jij bent de baas. Leer hem hoe moet jij werken voor politie worden. Hij is gewoon niks met de fysias. Deze bromfietser heeft een hoop praatjes, maar aangezien hij voor de derde keer met alcohol is gepakt, kan hij een zeer zware sanctie tegemoet zien. Jij moet doen. Koos, bij de alcoholcontrole van daarnet zagen we twee bromfietsers die aan werden gehouden omdat ze te veel hadden gedronken. Volgens mij is het een wijdverbreid misverstand dat je met een slok op een brommer of een fiets mag besturen. Ja, toch is de wet er heel erg duidelijk in. Artikel 8 van de Wegenverkeerswet zegt dat het een ieder verboden is om een voertuig te besturen terwijl je verkeert onder invloed van een stof die de rijvaardigheid beïnvloedt. En fietsen en bromfietsers zijn voertuigen. Als nou je bromfietsrijbewijs wegens alcoholmisbruik wordt ingevorderd, heeft dat dan ook gevolgen voor je autorijbewijs? Of kan je er gewoon lekker mee doorrijden? Nou, op het rijbewijs staan een aantal categorieën. Hè? Bromfiets, auto, vrachtauto, bus. En niet een categorie wordt ingevorderd, maar het hele rijbewijs wordt ingevorderd. Dus als je dronken op de bromfiets zit en je rijbewijs wordt ingevorderd, mag je ook geen auto meer rijden. Die bromfietser van daarnet werd voor de derde keer betrapt met alcohol. Wat gebeurt er in zo'n geval? Nou, als je voor de derde keer met drank op die bromfiets zit, ja, dan moet je er wel op rekenen dat de rechter naast een forse geldboete ook een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zal opleggen. En dat betekent dat je gewoon moet gaan wandelen. Bestuurders die vaker de fout ingaan, die krijgen zo'n alcoholslot op hun auto. Maar is er ook zoiets voor een bromfiets? Nee, er is geen alcoholslot voor een bromfiets. Maar in de aanvankelijke regeling stond wel dat een bromfietser ook een alcoholslot opgelegd kon krijgen
Anders zou hij zijn rijbewijs moeten inleveren. Nou, als dat niet op een bronfiets past, dan moet het alcoholslot ingebouwd worden in de auto van vader of moeder. Nou, dat is natuurlijk een hele vreemde situatie. Dus de minister heeft dat nu ingezien. Die heeft die regeling geschrapt. Maar die bronfietser die moet wel een cursus volgen, de educatieve maatregel alcohol. En die kost 700 euro en kost je ook nog een paar vrije dagen.